We kunnen dit niet met de verzekering oplossen. We? Ga je met jouw verzekering oplossen, vriend? Ik doe helemaal niks verkeerd. Ja, maar jij tackelt mij, nee, laat de niet erop. Wij houden van voetbal. Daarom maken wij rond het EK deze serie speciaal voor jullie. En natuurlijk voor onszelf. Althans, niet voor Martijn. Die is meer van de hockey. We zetten vraagtekens bij de tradities die we tijdens de Oranje Koorts klakkeloos overnemen. En we onderzoeken in hoeverre je speltechnieken kunt toepassen in het dagelijks leven. Dit is Onze Mannen in Oranje. De zwalbe. Het is en blijft toch een van de meest Duitse trucjes die er is in de voetballerij. Doen alsof er iets gebeurd was, terwijl het niet zo is. En daar wel je voorduit halen. Oranje heeft hier ook een keer zijn voorduit gehaald. Kan je nog herinneren? 2014. Ja, dat was Arjen Robben, de vallende zwaan. De Mexicanen zijn nog steeds boos om. Maar misschien hebben we dit EK dat ook wel weer nodig, toch? Ja, en hoe zit dat dan in de alledaagse situaties? Kunnen we daar een zwalbe inzetten om vervolgens een voordeel uit te halen? Dus dat gaan we doen. We gaan kijken of we door middel van een zwalbe gratis dingen kunnen fixen. Wie in Nederland kan er beter bepalen of een val door een tackle of een zwalbe is veroorzaakt dan voormalig scheids Dick Jol? Ooit floot hij tijdens de Champions League en vandaag fluit hij bij ons. Hem hou je niet voor de gek, zou je denken. Goedemiddag. Zo, goedemiddag, heren. Ben jij zelf eigenlijk vaak in de maling genomen door middel van een zwalbe? Nee. Nee? Nee, nee, want ik wist wat een zwalbe inhield. Dick Jol was niet in de maling te nemen. Ja, natuurlijk werd je wel eens in de maling genomen. Tuurlijk. Ja. Wat is de speler met wie jij vaak op het veld stond waarvan je dacht, ja, die probeert me altijd een oor aan te nemen? Nou, niet altijd. Ik heb natuurlijk een hele vervelende gehad, zeg maar. Dat was met Ajax Feyenoord, met Nikos Maglas. Lang verhaal kort te maken, in de afloop staan ze eens te wachten met de microfoon en de camera in de kijkshow. Ja, klopt. Maglas ging gewoon over de handen van Zoetebier heen en Zoetebier tikte die bal weg. Ja. Nou ja, die strafschop wordt gegeven en die wordt genomen, die gaat er ook in. Daar ben je dan niet vrolijk van de afloop. Nee. Nee, dat snap ik. Dick Jol valt dus toch wel te foppen, dames en heren. Ja. Wij gaan dat vandaag testen. Nou, je gaat het proberen. Wij gaan het proberen. Zeker, maar heb jij een goede tip voor een zwalbe? Net doen of je echt valt. Maar echt vallen? Ja, echt vallen. Meestal komt er zo'n afgrijzelijke gil achteraan. Oh, want iedereen denkt van, nou, die moet helemaal, die moet zo verschrikkelijk geraakt zijn. We gaan een ambulance bellen. Dat is een belangrijk element, de geel. De geel. De geel, ja. Een beetje doorrollen, maar ook echt vallen. Nou, vandaag is er een kleine wedstrijd tussen Niels en ikzelf. Wie de beste zwalbe in kan zetten. En aan jou, Dick, is het om het te beoordelen wie dat dan het allerbeste doet. Oké, okay, ja, kom maar. Hey, hey. 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 Oh. Oh. Ik heb tanden op mijn lip. Oh. Ik schijt. Ja. Ik heb een grote kopstoot. Ja, dat zag ik, maar de uitdager en degene die het deed, die hebben allebei gehad. Scheids! Ja. Dick! Ja. Hij geeft mij een kopstoot, hoor. Dan gaan we gewoon nog een keer. Ronde 1. Joost en ik gaan afwisselend van elkaar een ijsje halen hierachter. We doen gewoon één bolletje. Zwalbe uitvoeren, we vallen. En kijken of we meerdere bolletjes terug kunnen claimen bij degene die ons heeft getackled. En degene met de meeste bolletjes die wint. Alleen even om te kijken wie er begint. Ja. Gaan we tossen. Is natuurlijk de klassieke tos. Gaan we tossen. Jij mag kiezen. Rood of geel? Ja, we gaan voor rood. Rood? Ja. Oké. Okay. Het is rood. Het is rood. Nou Joost, laat maar even zien wat jouw acteerkunsten zijn. Ik mag beginnen. Ik trap hem af. Dan gaan we dan. Voor ik begin doe ik nog heel veel snel mijn blouseje aan. Er zit een knoopje in. Zodat we een geheim cameraatje hebben en dan kan ik van start. Goedendag, zou ik voor u één hoortje mogen met één bolletje stracciatella, alsjeblieft. Oké, ik heb even de situatie bekeken. We hebben één poging, want bij één ijskotent, dus als ze het eenmaal door hebben, hebben ze door. Alleen iedereen zit, staat, niemand loopt of beweegt. Dus het is heel lastig om in één keer contact met iemand te zoeken waardoor ik val. Dus ja, ik moet hier maar een oplossing voor gaan bedenken. Want ik wil van dit ene bolletje, wil ik er minimaal twee maken. Ik heb een plan. Er zijn heel weinig mensen, maar ik heb nog een servetje nodig. Dus dan kan ik zo langs iemand lopen. Dan... Hopelijk wordt dat hem. Even het pakken lekker uit, een paar hapjes. En dan ga ik het doen. Sorry hoor, heel veel servetje pakken. Pardon. Heel veel servetje pakken. Oh, hij is gevallen. Ah, shit. Sorry, ik let. Ah. Ja. Ah, maar dat is zonde. Ah, dat is zonde. Ja, dat is zonde. Je
kan de 2-seconden-regel nog toepassen. Nee, die moet je niet meer hebben, nee. Gaat het? Pijn? Ja, nee, ja, de pijn is niet zo erg, maar het is wel zonde van die 2 bolletjes stracciatella. Krijg je van mij een nieuwe? Kom. Ja? Gaat met u? Sorry. Wat had je? Ik had, 2 bolletjes stracciatella. 2 bolletjes stracciatella. Gaat hij die nu krijgen? Is je telefoon nog heel? Ja, mijn telefoon is heel. Maar het is ook zo warm, weet je wel. Ja, en ik ben niet gewend. Ja, zeg van mij niet, wat doet het pijn? Ja, het zit niet onder pijn, maar ik ben gewoon blij dat ik weer een nieuw ijsje heb. Ja. Maar dat vind ik wel aardig van u. Kijk eens. Dankjewel. Ja. Gaat het met u ook, meneer? Sorry, ik viel tegen u aan natuurlijk. Hij heeft het gewoon geflikt. Ja, nou ja, dan heb hij contact gezocht en dat is dan, ja, dat is dan gelukt. En zo doe je dat. Zo maak je van 1 2 bolletjes door middel van een zwalbe. Wat een gore zwalbe was dit, hè? Gewoon 1 bolletje hartje. Dit was gewoon een schouderduw van mijn kant. Ja. Maar goed, het is gelukt. Alleen degene bij wie ik het deed, die gaf geen kick. Maar goed, het gaat om het resultaat. En is het 2 bolletjes. En het was er eigenlijk 1 door een omstander. Die had gewoon heel veel medelijden. Ik dacht, nou, weet je wat, krijgt mij 2. Hè? Maar goed, wat ging er goed in mijn zwalbe? Nou ja, het contact. Het contact was er. Ja, daar gaat het om. En die omstander die weet zelf niet dat hij contact heeft gemaakt, maar hij heeft het wel gemaakt. Ja. Dus met andere woorden, de zwalbe is volkomen gelukt. Dit wil ik jou ook wel eens zien doen. Ja, nee, zo zielig kan ik niet. Kan jij over 2 bolletjes heen gaan? Over 2 bolletjes? Ja. Nou, bij dezelfde tent. Ik wens je heel veel succes. Hoi. Hoi. Kijk, mag ik een hondje met stracciatella alsjeblieft? Ja. Ah, hij gaat voor hetzelfde ijsje als ik. Ja. Een stracciatella ijsje. Oké, dankjewel hè. Helemaal goed. Yo. Ho. Oh! Oh, daar gaat hij. Ja, nou. Daar gaat hij. Ja hoor. Dit is best wel aardig zwalbe. Ah. Tackle je me nou? Hè? Huh? Tackle je me? Je tackelt op me toch? Wat een ratje. Ja, maar die man gelooft hem ook niet. Dat is jammer. Die ontkent het wel. Zonde. Hij tackelt me toch? Die is mislukt hoor. Dit is niet gelukt. Nou, ik vond het een tackle hoor. Jij niet? Ik word doodgenegeerd. Het was een stevig bolletje. Dat is een behoorlijk stevig bolletje wat ze me hebben gegeven. Die man achter de ijskookraam die zei gewoon letterlijk... We zijn net ook al gefopt. Ah, ja. Ja, dus bij hun ging er een belletje rinkelen. Dit gebeurde net ook al. Dus even zijn er... Ja, een scheidsrechter laat zich niet 2 keer foppen binnen 5 minuten. Nee. Maar ik vind het allemaal hele mooie conclusies die je trekt. Ja. Maar de enige conclusie die we echt kunnen trekken is dat het 1-0 voor mij is. Ja, je staat 1-0 achter. Ronde 2. Kijk, met ijsjes zo'n trucje doen, dat is gewoon kinderspel. We gaan nu naar het heftige werk. Ja. Dat is je telefoon laten vallen. Kijken of je een telefoonnummer van die ander kan scoren, dat het even geregeld kan worden met de verzekering. Ja, en om even te bepalen wie als eerst gaat, hebben we natuurlijk weer de coin toss. Gooi hem in de lucht, ik kies geel. Nou, jij kies geel? Ja. Oké. Het is rood. Het is rood. Nou Joost, laat maar zien wat je kunt. Ik mag beginnen? Ja, ik ben wel heel erg. Je durft hem niet af te trappen? Ja. Oké, daar gaan we dan. Misschien wel handig, als iemand aan het shoppen is, dat hij zich omdraait tegen mij aan. De telefoon valt uit mijn hand, zijn schuld. Of ik loop zelf tegen iemand zachtjes op. Even kijken hoe ik dit ga doen. Deze weer. Oh, oh, Jezus. Ah. Oké. Oh. Oh. Ja, kan gebeuren. Hij trapt er wel in, die man. Godverdomme. Oh, dit is zonde. Ja. Ah, oh, die enkel ook. Ah, ja, u zag het, hè? U zag het. Ja, kut. Hier gaat mijn telefoon. Maar was jij er zelf in getrapt als scheidsrechter? Nee. Als je dit zag gebeuren? Nee. Nee. Ah, je kon wel uitkijken, man. Wie? Ja, jij. Pardon? Ja. Jij liep zo een beetje telefoon tegen mij op, hè? Ik ga naar... Het kledingdirect toe. Jij strijkt op mij. Ben je verzekerd? Ben je verzekerd? Ik heb helemaal geen aansprakelijkheid hier. Het zou wel handig zijn, want het is voor mij veel te veel geld. Kunnen wij... Niet de boel oplichten. Ja, het is gewoon kut, want dit kost gewoon mijn telefoon natuurlijk. Ja, goed, mag ik beter opletten. Hij zoekt geen contact. De afstand is te groot tussen hem en die man. En bent u misschien verzekerd anders?
kunnen niet even telefoonnummers uitwisselen. Waarom zou je dat willen? We kunnen misschien even kijken met een WA-verzekering of zo. Ga ik niet aan meewerken. Nee? Oké, okay, nou, jammer dan. Pech voor mij. Als hij een klein beetje contact had gehad, nee, jongens, dan had ik het kunnen zeggen van, ja, oké, okay, er is contact. Joost, was er contact? Er was geen contact. Er was geen contact? Nou ja, dat is dramatisch. Maar hoe zag het eruit op beeld? Nee, ja. Ja, dat kun je overduidelijk, hè? Overduidelijk. Het was een slechte zwalbe. Het was een slechte zwalbe. Nee, nou, dit was zeg maar, als ik een top 10 moet vaststellen van foute zwalbes, dan was jij er een. Niels, het is jouw beurt. Ja, jouw inderdaad. Ik moet eerst even ook mijn praatje zien te vullen. Ja. Okay, ja, Joost die maakte net geen contact, dus dat is volgens mij gewoon de enige tactiek die ik nu in mijn hoofd heb. Zorgen dat mijn enkel iemands anders enkel raakt. En dan ja, is het gewoon het verhaal volhouden. Ik ben getackled. Ja, nou ja, dat moeten we dan maar even zien. Maar ik ga gewoon. Ik zie. Oh, wacht even. Oh! Ah! Ah! Je doet het zelf. Ja, u tackelt mij toch? Oh ja, ik loop zo. En jij gaat ineens zo. Ik val bijna. U valt jezelf. U tackelt toch mij op mijn enkel? Oh, waar val ik dan bijna? Nou, maar ik ben gevallen, toch? Ja. Ja, hoe gaan we dit dan oplossen? Nou, zoek er zelf maar uit. Ik ga maar niks oplossen. Jij valt, maar ik niet. Jij tegen mij zo wat. Ja, maar u gewoon vol op mijn enkel. Nee, omgekeerde wereld. die gozer is woest. We kunnen dit niet met de verzekering oplossen. Ga jij met jouw verzekering oplossen, vriend? Ik doe helemaal niks verkeerd. Ja, maar jij tegen mij zo wat. Zo niet erop. U ging toch pootje haken? Pootje haken. Oh. Nou, dat is de bedoeling bij mij zeker. Oké. Okay. Nou, ga ik niet lukken, vriend. Nee. Oh, nee joh. Deze vent is door. Ja, die is woest. Dik. Ja, moet erheen. Ja, moet erheen. Ja, hij staat daar. Daar is hij. Dik, oh, ja. Daar is hij. Nou, dat is. Ja, zie je. Heel goed. Goed. Ja, ik vind het oneerlijke praktijk, hoor, vriend. Echt. Hey, vanzelf, dan geef ik een rust van zijn kamers, hè. Wat maar gedaan. Ben ik 10 jaar jonger, dan doe ik dat. Wat maar gedaan. Nee. Rick, we hebben het even bekeken. Het zag er wel goed uit, hè? Ja, dit was duidelijk een contactgeval. Ja, ja, die gozer ging ook bijna op smel. Die man die was er zo van overtuigd dat niet hij het contact had gemaakt, maar jij. Ja, die man was ook enorm boos. Ik had een beetje het gevoel dat hij me nog bijna een tik ging verkopen. Ja, daar zat ik wel te wachten. Het is goed dat jij kwam ingrijpen, Dick. Jij hebt gered. Ja, ik kom. Je stuurde me het veld, hè? Ja, en die man was gelijk helemaal rustig. Ja. Dus wat kan zo'n kaartje niet doen dan, hè? Hey. Maar ja, allebei. Geen punten gescoord. Dus de alles beslissende laatste ronde. De derde helft. Grappie. Cheers. Op de derde helft. Zeker, daar zijn we goed in. Ja. Hier worden de jongetjes van de mannen onderscheiden. Nou, ik weet niet wat ik hier zit te doen, maar die gasten zijn lekker aan het tanken. Dan ga ik lekker al meedoen. De mazzel. Kijk wie we daar hebben. Geld 2B is hierachter. Het is er met jou aan, man. Verdwaald. Je ziet ons bier drinken en je denkt, ik kan er niet in. Nee, doe maar een koude klets. En waar is het reptiele huis hier? Is dat binnen? Reptiele huis? Ja, het wc. Oh, zo. Ja, naar binnen. En dan staat daar een bordje wc. Kom, je natuurlijk. Ja. Succes hè, bij de reptielen. Volgens mij moet ik hier zitten. En dan misschien zo'n beetje wippen, zodat je naar achter leent zo. Ja. Toch? Je hebt 2 poten zo. Kan je dat? Dan doe ik alsof ik schrik. Oh, en dan gaat alles over. Ja, maar nu zie ik het al. Op deze manier gaat alles over mij. Nou, ja, dat weet ik niet. Kijk eens, de bitterballen. Ik schrik me helemaal de tering, man. Ik zie wat in mijn ooghoek. Oh, sorry. Ja? Sorry. Het waren 3 biertjes. Oh, nee, ik schrik van me. Jezus. Gaat het? Hey, wie doet dat nou dan? Ja, hij heeft het net omgegooid. Hij schrok een beetje. Oh. Maar de bitterballen zijn en er komen 3 nieuwe biertjes aan. Oh. Dus daarmee kan ik concluderen, hun topzwalbe, jongen, hun topzwalbe. Dag, biertjes. Ja, lekker, dankjewel. Wie gooide zijn zo? Nee. Ik schrok van die jongen die zat in één keer in. Jongens, proost. Prachtige zwalbe van onze Nelis. Niels, je hebt het fantastisch gedaan, geweldige zwalbe. Toch dat acteerspel, hè? Ja, daar heb je ervaring in. Daar heb ik zoveel ervaring, al die reclames die ik vroeger heb gedaan, dat zie je dan hier weer op het terras terugkomen. Ja, en dat heeft ook gewoon het juiste resultaat, namelijk 3 gratis biertjes. Yes. Hoeveel punten zijn dat? Dat is een bonuspunt. Bonuspunt. En de bitterbal ook gratis. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Dan is er 1 grote winnaar van vandaag en dat ben jij, Niels. Ik heb 1 punt en de rest van de punten zijn voor jou. Ja, 3 dus. Lekker. Hé, hey, maar als je dat nieuwe volkslied nou daadwerkelijk ook echt in werking wil hebben, dat kan.
We hebben namelijk nog steeds een petitie lopen. Ja. En dan moet je even op het linkje klikken hier in de beschrijving. Pas 600 aanmeldingen en we hebben er 40.000 nodig. Dus blijf alsjeblieft stemmen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, Dick, we spelen binnenkort tegen Oekraïne. Wat gaat het worden? Een hele kleine overwinning. Dat is belangrijk, hè? De eerste 3 punten. Als die puntjes binnen zijn, de eerste 3 puntjes, dan is het bijna gepiept. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe Onze Mannen in Oranje. Like de video, leave a comment, zoals altijd. En dan zijn we volgende week gewoon weer terug. Later! Volgende week zijn we er weer en testen we alvast voor onze jongens welk muurtje ze het beste kunnen inzetten bij een vrije trap tegen. Kom maar. Ciao!